opvoeding zit vaak ook leuke opvoeding. Het gaat vaak hand in hand. Dat maakt de verwarring ook des te groter. Wat was leuk, wat was niet leuk. De ooit vermaarde interviewer Ischa Meijer, die zijn gasten het vuur aan de schenen kon leggen, debuteerde in de Nederlandse literatuur met een literaire brief waarin hij teruggaat naar zijn verleden en een verklaring zoekt voor de verbroken band met zijn ouders. Dit boek, Brief aan mijn moeder, verscheen in 1974 en werd destijds een bestseller. Met een boek in briefvorm staat Meijer in een literaire traditie van briefschrijvers als Franz Kafka met Brief aan den Vater en Gerard Reven, die er zelfs zijn handelsmerk van had gemaakt. Het is een soort voyeuristische vorm waarin je als lezer over de schouder van de schrijver meekijkt naar zijn eigen leven en naar de mensen die daarin een rol spelen. Door u tenminste te voelen wil ik u verliezen. En niet anders. Deze brief van Ischa Meijer is hartverscheurend, omdat het een begin en tegelijkertijd ook het einde van een afscheid van zijn moeder is. Het boek lijkt een definitief vaarwel richting zijn ouders. De relatie met zijn vader beschrijft hij als een gepasseerd station en via herinneringen die als fragmenten in de brief worden gepresenteerd, neemt hij afstand van zijn moeder. De relatie met zijn ouders was problematisch te noemen en deze brief kun je dan ook als een afrekening zien. Ischa Meijer werd geboren in 1943 als kind van een Joodse vader tijdens de Duitse bezetting. Zijn ouders wilden niet onderduiken en gedrieën kwamen ze op transport terecht naar het kamp Westerbork en later naar Bergen-Belsen. Dan wist ik niet meer of mijn allereerste jeugdherinnering wel betrouwbaar was. Ik zat in een barak op uw schoot en huilde terwijl u me suste. Nadat mijn ouders en ik uit het concentratiekamp Bergen-Belsen waren teruggekeerd, bouwden mijn vader en moeder, even onbewust als zorgvuldig, een nieuw kampje op. De relatie van zijn ouders, zoals Meijer die beschrijft, is een verstikkend isolement waarin ze zich ten koste van hun eigen kinderen afsluiten van de rest van de wereld. Meijer voelde zich ongewenst, werd regelmatig door zijn moeder een verrader genoemd en hij kreeg het verwijt dat zijn moeder hem door de kampen had moeten slepen. Voor de zekerheid, het gaat hier om een kind van 1 jaar oud. Moest ik antwoorden, had mij in godsnaam die kampen niet laten overleven, dan was ik pas ondankbaar geweest. En zijn moeder zei, ja, ik heb dat boek wel van je gelezen, hoor, over mij. Ze zegt, ik zal er niks meer over zeggen, maar het is schandelijk. Via fragmenten spreekt Meijer heen en weer in de tijd. Naar zijn vroege jeugd, naar de periode dat ze in Suriname woonde, naar de ontrouw van zijn vader, naar zijn vroege uit huis gaan, naar zijn vroege vaderschap. En telkens weer staat het pestgedrag van zijn moeder centraal, die haar zoon vooral lijkt te willen vernederen. En het tragische is dat het doel van deze brief is om iets voor zijn moeder te kunnen voelen.